De kinderen die hier vandaag aanwezig zijn, waar komen die vandaan? Die komen voornamelijk uit Syrië, Irak en Eritrea. Maar voornamelijk allemaal uit Syrië bijna. We are very happy to train with you as a professional club. And we train with a lot of children here. But not many times with children, foreign children. So we are very happy to have you. Dank je wel. Ze zijn 5 à 6 maanden pas in Nederland. Sommigen zijn echter 2 à 3 maanden in Nederland. En we hebben ook enkele die pas een week in Nederland zijn. Mo, een bijzondere middag vandaag hier op Papendal. Want veel kindjes, vluchtelingen uit onder andere Syrië, Irak zijn aan het trainen hier. Wat weinig mensen weten, denk ik, is dat jij ook uit Syrië komt. Ja, klopt. Ik ben in Syrië geboren. Ik was 3,5 toen ik naar Nederland toe kwam. En, dat is alweer een tijd geleden, maar ik kom er wel uit. En dat vergeet je niet zo, maar je vergeet nooit waar je vandaan komt. Dus het is mooi om die jongetjes zo zien te spelen, want je ziet er dus heel veel vreugde. Ze hebben heel veel meegemaakt alweer op die leeftijd. En je merkt heel veel aan de jongens dat ze heel veel plezier hebben gelijk. En ze vinden het spelletje leuk, dat merk je gelijk, ja. Gewoon hier de helft en daar de helft ofzo? Ja, bij het begin is het. Ja. Ja, ja. Kom. Kun je ook nog met ze spreken, met ze communiceren? Ja, deze jongens nu voornamelijk praten Arabisch. Mijn ouders praten Arabisch. Ik praat zelf Koerdisch. Je hebt heel veel soorten daar, heel veel volk wat daar gemixt is door elkaar. En je hebt Arabieren, je hebt Koerden. En ik praat voornamelijk Koerdisch en deze jongetjes praten Arabisch. En ik kan dan woorden zoals hoe is het en wat ben je aan het doen en doe je best. Dat spreek ik dan in het Arabisch. Maar verder is de makkelijke woorden, komt goed. Ja. Ja, het is iets speciaals voor hun, want ze zijn voornamelijk altijd in Velp. Er wordt wel veel georganiseerd voor ze natuurlijk. Maar dit is echt iets speciaals voor ze. Dat de Eredivisie zoiets regelt voor de kinderen. En ja, dat waarderen ze ook allemaal. Ze lachen allemaal, dus ze zijn allemaal blij. Ja, heel goed te spelen. Heel goed uit VTC. En voor Nederland heel goed. Ja, leuk. En gaat goed spelen voor bal. Heb je al een doelpunt gemaakt? Nee. Ga snel voetballen, dan kun je misschien nog een doelpunt maken. Dankjewel. Doei. Doei.